Maandag 20 januari, dit is U Vandaag. Tieners opgepakt voor autobranden Hoograven. Ouders van mishandelde baby vertellen hun verhaal. En op de meest deprimerende dag van het jaar zorgt Willeke Alberti voor de glimlach van een oudere. Goedenavond. Goedenavond. Angstige momenten voor FC Utrecht-fans tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord gisteren in de Galgenwaard. Utrechters en Feyenoorders zaten in hetzelfde vak en dat zorgde voor gevaarlijke situaties. Hier zien we de vaders hun kinderen in veiligheid brengen, terwijl een Feyenoord-fan rechts in beeld met een groene broek wild om zich heen slaat met een broekriem. Maar waarom zaten deze gasten in het familievak? Zometeen meer hierover. Eerst ander nieuws van vandaag. Tijdens de eerste dag van de rechtszaak over de moord op de Utrechtse Vivi Caspom kwam vooral haar vriend aan het woord. Mark D. wordt ervan verdacht dat hij zijn zwangere vriendin van de trap duwde en daarna haar keel dichtkneep. Volgens de verdachte wilde hij juist haar reanimeren, maar vandaag bleek dat hij eerdere verklaringen weer had aangepast. Morgen gaat de zaak verder. In Utrecht is vanmiddag een fietser geschept door een auto. Het ongeluk gebeurde op de Loderlaan. Het slachtoffer was volgens omstanders op weg naar de school van zijn kinderen. De man liep bij de aanrijding een flinke hoofdwond op en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De 47-jarige moeder uit Amersfoort, die verdacht wordt van het doden van haar zoon, blijft langer vastzitten. De 11-jarige Thomas werd afgelopen vrijdag doodgevonden in hun woning in de wijk Nieuwland. Zelf ligt de vrouw zwaargewond in het ziekenhuis. Bij de woning zijn bloemen en knuffels neergelegd. De VVD in wijk Beduurstede praat vanavond over het opstappen van wethouder Van Gelder. Hij kwam in opspraak over een wietplantage en had zijn werk al tijdelijk neergelegd. Volgens Van Gelder is hij onschuldig en kan hij zo zijn werk niet meer uitoefenen. Ook zou hij bedreigd zijn. Het college neemt de taken van Van Gelder voorlopig waar. Er lijkt een einde te zijn gekomen aan een reeks autobranden in de Utrechtse wijk Hoograven. De politie heeft vanmorgen 9 jongeren van hun bed gelicht en ze wonen allemaal in de wijk. En zijn minderjarig, tussen de 14 en 17 jaar. De afgelopen tijd zijn in de wijk 14 auto's in brand gestoken. In Hoograven staat onze verslaggever Rick Dogger op de plek waar de laatste autobrand was. Rick, heeft de buurt opgelucht adem gehaald? Ja, de meeste mensen die hoorden het eigenlijk vanochtend pas op de radio. En ja, hun eerste reactie was wel eindelijk. Eindelijk zijn er mensen opgepakt voor die 14 autobranden. Opgelucht, ja, dat zijn ze dus zeker. Maar ja, helemaal gerust erop, dat nog niet. Zo wilde bijna niemand voor mij voor de camera reageren. Ja, omdat ze toch bang zijn voor represailles uit de buurt. Ik zeg bijna niemand. De familie Meegtes die wilde dat wel. Zij zagen in hun straat 3 auto's in vlammen opgaan. Hierheen. Daarheen. Daar op de Wickenburglaan heen, achteraan heen, Scherpenburglaan, ja, en dan aan de overkant en verder achter op Hoograven. Rien Meegdus kan de plekken zo aanwijzen. Maar liefst 14 auto's zijn de afgelopen tijd in zijn wijk in brand gestoken. Zijn auto blijft gespaard. En nu de politie 9 jongeren heeft vastgezet voor de branden, haalt hij opgelucht adem. Verdrallen, ja, s'avonds politie, dit en dat. Veel opgeschoten jeugd die toch komen kijken en zo. Nee, maar ik bedoel, het is hopen dat de mensen nou rustiger worden hier. Alle verdachten zijn minderjarig en een groot deel woont in de wijk. Vanmorgen vroeg heeft de politie ze van hun bed gelicht. Vanmorgen heel vroeg zijn ze wakker geworden, deze verdachten. Ze zijn aangehouden en uiteindelijk hebben we ook in 8 woningen een huiszoeking ingesteld. Volgens de politie zijn ze mede dankzij hulp van buurtbewoners opgepakt. Ruim 100 bewoners van Hoograven zijn lid van een WhatsApp-groep en tijdens een bijeenkomst is aan iedereen gevraagd een oogje in het zeil te houden. Ook Rien Meegdus keek samen met zijn vrouw regelmatig naar buiten om te kijken of hun auto er nog staat. Maar ja, wij hebben altijd alles open. Dat is natuurlijk net als ze dat toch wel weten. Kijk, als wij daar zitten, ze gooien die ruit in, ja, dat zijn meteen buiten uiteraard. Hè. En het gebeurt er van me op, daarom allemaal donkere hoeken natuurlijk. Ik bedoel, ze worden niet gezien en zo. De jonge leeftijd van de verdachten verbaast Meegdus. Hij snapt niet dat de ouders niets gemerkt hebben. Ruik je dan niks aan de kinderen? Hè? Brandlucht en zo. Hè? Misschien, ja, als de ouders meer opgelet hadden, dat het eerder afgelopen had kunnen zijn. Hè? We gaan terug naar onze verslaggever Rick Dogger in Hoograven. Rick, nog even over die jongens. Weet je of ze deel uitmaken van een bende?
Ja, dat zal je haast wel zeggen. Als 9 jongeren verantwoordelijk zijn voor 14 autobranden. Nou, de politie kan niet zeggen of het om een bende gaat of misschien toch een soort van vriendengroep. Wel is duidelijk dat ze niet alle 9 verantwoordelijk zijn voor alle 14 autobranden. Sommigen waren maar bij 1 of 2 autobranden aanwezig. En anderen die stonden er alleen bij en keken ernaar. Ze zijn vanmorgen opgepakt. Hoe lang blijven ze vastzitten? Ja, ook dat is nog onduidelijk. Het gaat om minderjarigen en daar gelden weer andere regels voor dan als het bijvoorbeeld om volwassenen gaat. Ik heb net nog even met het OM gesproken en zij zeggen wel, nou, zolang het onderzoek nog loopt, blijven ze nog in voorarrest zitten. Ja, en hoe lang dat onderzoek gaat lopen, dat wisten mij niet te vertellen, maar in elk geval slapen ze vannacht niet thuis. Ja, veel mensen hebben schade en zijn slechts WA-verzekerd. Die kunnen dus niet aankloppen bij een verzekering. Kunnen ze die schade wel verhalen op de verdachte? Nou, als blijkt dat deze 9 dus inderdaad verantwoordelijk zijn voor die autobranden, ja, dan is het mogelijk om de schade op hen te verhalen. De rechter moet daar eerst nog wel een uitspraak over doen. Ze moeten eerst nog veroordeeld worden. Ja, dan kan inderdaad het traject van schadevergoeding worden ingezet. Dankjewel, Rick Dogger in Hooggraven. Ouders die een kind bij een gastouder brengen gaan ervan uit dat alles veilig is. De ouders van de 6-jarige Keith uit Utrecht hebben een heel andere ervaring. Hun zoontje belandde zwaar gewond in het ziekenhuis na een dag bij een gastouder. Die gastouder, Jane G., werd vervolgd voor kindermishandeling, maar vrijgesproken. Volgende maand dient het hoger beroep. De ouders van Keith willen maar 1 ding, dat dit nooit meer kan gebeuren. Daarom willen ze strengere regels voor de gastouderopvang. Gelukkig is Keith nu een gezond jochie van 6 dat niets meer weet van wat hem als baby overkwam. Maar zijn ouders, John en Melanie Willemsen uit Utrecht, kunnen zich het nog maar al te goed herinneren. Pas sinds kort hebben ze hun leven weer een beetje op orde. Het is absoluut niet makkelijk geweest. Hij heeft heel veel therapie en heel veel praten voor gezorgd. En de geboorte van onze tweede zoon, dat heeft ons echt helemaal eruit... We horen hem. En met Keith gaat het ook heel goed, hè? Met Keith gaat het hartstikke goed, ja. Na een dag bij gastouder Jane had de 3 maanden oude Keith opeens een dubbele schedelbreuk en shaken baby syndroom. Jane ontkende dat er iets was gebeurd, maar er volgden nog 3 aangiftes. Ook haar andere opvangkindjes hadden vreemde symptomen. Toch sprak de rechter haar vorig jaar vrij, omdat moeilijk te bewijzen is dat zij degene is die de kindjes mishandeld heeft. Melanie en John hebben nu nog maar 1 missie, meer controle. Dus ik dacht dat zij gewoon gecontroleerd werd op een bepaalde manier. Dat het niet bekend was wanneer ze de gastouderbureau zou komen. Maar het blijkt dus allemaal niet op die manier te gaan. De controle op gastouders ligt onder meer bij de gemeente. Die is wettelijk verplicht om elk jaar tussen de 5% en 30% van de gastouders onaangekondigd te bezoeken. Hoe vaak ze dit doen verschilt enorm, blijkt uit een belrondje van RTV Utrecht. Zo zijn er in Zeist 90 gastouders. De gemeente controleert elk jaar 15%. 13 of 14 van de 90 gastouders krijgen dus onverwacht bezoek. In Veenendaal zijn er 178 gastouders en laten ze iets minder controleren, 10%. Dat zijn er dus 18. Utrecht telt 460 gastouders en doet het wettelijk minimum. 5% krijgt dit jaar onaangekondigd bezoek. Dat zijn er dus 23. Maar is kindermishandeling te voorkomen door vaker langs te gaan? Volgens de Utrechtse organisatie Boink voor ouders in de kinderopvang is er nog veel meer nodig om gastouderopvang veilig te maken. Een gastouderopvang is een heel gesloten iets. En de kinderopvang is al een vertrouwensgoed, zoals het heet. Maar bij gastouderopvang is dat nog in veel grotere mate. Niemand ziet die kinderen de hele dag, behalve die gastouder. En gastouders hebben niemand boven zich. Wel zijn ze aangesloten bij gastouderbureaus. Die moeten een pedagogisch beleidsplan hebben, een protocol kindermishandeling. Met de gastouder een risico-inventarisatie en een plan van aanpak opstellen en een klachtenregeling hebben. Maar het is een wassen neus, volgens Boink, want gastouderbureaus hebben geen gezag over de opvangouders. Een gastouder is geen ZZP'er, geen freelancer, maar ze is ook niet in dienst. Ik zeg ze, want dat zijn natuurlijk bijna altijd vrouwen. Dus wat is nou die positie? Als nu het zo is dat een gastouderbureau eisen gaat stellen en die gastouder denkt, daar heb ik geen zin in, kan ze zo naar een ander bureau stappen. Er zijn gastouders die werken voor 4 of 5 bureaus, dus bij ieder kind met een ander bureau. Dat is natuurlijk niet meer werkbaar. Boink pleit ervoor dat gastouders als kleine kinderen dagverblijven verder gaan of in dienst komen bij de gastouderbureaus.
Bovendien moeten ze een pedagogische opleiding hebben. Mag ik vliegen? Nee, je hebt een bekeuring. Je hebt te hard gevlogen. Melanie en John brengen hun jongste zoon toch weer naar een gastouder. Want het stel wil niet het vertrouwen in mensen verliezen. Maar dat gastouderbureaus veel professioneler moeten worden, staat ook voor hen als een paal boven water. Het gaat niet om een voorwerp. Het gaat om kinderen. Morgen reageren leden van de Tweede Kamer op onze reportage. Zometeen station Woerden gesloten voor zwartrijders. En een depressieve dag wordt een vrolijke boel dankzij Willeke Alberti. Wat een gezellig middagje naar FC Utrecht moet worden, loopt eigenlijk hopeloos uit de hand. Ouders met kinderen zijn gistermiddag voor het einde van de wedstrijd Utrecht-Feyenoord naar huis gegaan, omdat er Feyenoord-fans in de Utrecht-vakken zaten. En die kregen ruzie met elkaar. De politie greep in, maar de situatie leverde angstige momenten op voor veel ouders en kinderen. Niemand raakte gewond, maar veel jonge fans zijn erg geschrokken. De ongeregeldheden op de tribune zijn vastgelegd op camera. Deze Feyenoord-supporter slaat wild om zich heen met een broekriem. Volgens getuigen is hij vlak daarvoor aangevallen door Utrecht-supporters. Jan-Peter Schoenmaker uit Woudenberg zit er met zijn zoontje in de buurt. Hier sta ik eigenlijk het dichtst bij, want hier sta ik eigenlijk vlak achter hem. Zijn zoontje, Martijn van 8, is helemaal overstuur en wil zo snel mogelijk naar huis. Hij zegt nu, ik wil nooit meer naar het stadion toe. Kijk, en dat weet je niet of dat misschien nog een keer kan veranderen, maar zo kijkt hij er nu tegenaan. En ik kan hem geen groot ongelijk geven. Het vak van Jan-Peter zit vol met kinderen, net als het familievak aan de andere kant van het stadion. Ook daar is het onrustig. Het escaleert niet, maar de aanwezigheid van zo'n 120 fanatieke Feyenoorders zorgt wel voor paniek. Ja, dat raakt ons als club natuurlijk ook. En zeker onze jonge supportertjes die het is overkomen. Dus je kunt spreken van een hele nare dag. De vraag is hoe die Feyenoord-supporters in de verkeerde vakken terecht zijn gekomen. FC Utrecht vermoedt dat deze fans misbruik maken van de clubkaarten. Die staan op naam en je kunt er maar van één club één hebben. Maar het systeem is niet waterdicht. En dan kun je ook als Rotterdams iemand of als iemand uit Kerkrade een clubkaart aanvragen hier met via je tante of via je oma. En uiteindelijk dan kaarten bestellen. En wij denken, de eerste indruk is dat het via dit illegale circuit zover heeft kunnen komen dat hier Feyenoorders op plekken zitten waar ze niet horen. Hoe dit op te lossen is, weet FC Utrecht niet. Wel wil de club in gesprek met alle kinderen die gisteren een rotmiddag hadden. Wij gaan laten zien dat FC Utrecht een plek is waar je wel met je kinderen kan komen en dat kinderen echt een goed gevoel bij onze club hebben. Dat zal pittig worden, maar we gaan er alles aan doen en we gaan het gewoon in gesprek en we nodigen ze weer uit. Maar of het zoontje van Jan-Peter nog te overtuigen is, dat is maar de vraag. Je merkt gewoon, het houdt hem bezig. De hele school is ermee bezig. Het is een beetje gemiste kans. Zie ik het. Een beetje jammer. En op onze website zijn ook veel reacties binnengekomen over de politie. Veel mensen vragen zich af waarom de Feyenoord-supporters niet uit het stadion zijn gezet. Volgens Van Schaik is dat bewust niet gedaan om escalatie in het familievak te voorkomen. De politie heeft voor en na de wedstrijd in totaal 9 mensen opgepakt. En we praten erover door met René van den Berg. Jij was erbij voor naam en rugnummers. Wat heb jij ervan gemerkt? Ja, het was onrustig. En dat is opvallend, want het is lange tijd niet onrustig geweest in het stadion. Maar deze man in die groene broek, die gek. Ja. Ja, weet je, die kan dus het verstieren voor een hele grote groep. En dat vind ik eigenlijk altijd weer het zonde. Maar er zijn 9 mensen opgepakt, dus het is dan wel iets groter dan dat. Wordt het daardoor dan geëscaleerd? Nee, ik denk dat Utrecht zoveel mogelijk preventief heeft gedaan. En ik kan me voorstellen dat ze niet met groot materieel die andere mensen, die 80 die daar zaten, weg hebben gehaald. Want dan had het echt een escalatie opgeleverd. Die mensen zaten namelijk vlak langs het Feyenoordvak. Ja, en dan weet je nooit hoe dat gaat. Ik heb Koos van Tamelen, doet de tour, FC Utrecht dan tour. Die had een groep uit Maarsen helemaal uitgenodigd. Heel veel kinderen zaten daarbij. Ja, die zijn zich ook kapot geschrokken. Ik denk dat Utrecht, en Wilco zegt het eerlijk, hij baalt als een stekker dat dit die kinderen is overkomen. En ik weet zeker dat Utrecht er alles aan zal doen om die kinderen weer een keer op een normale manier terug in het stadion te krijgen. Zodat ze echt kunnen zien hoe leuk een voetbalmiddag kan zijn. Hadden voetballers er volgens jou last van? Jawel, je merkt het wel. Dus als het ons opvalt, valt het die spelers ook op. Alleen ja, de wedstrijd was zo'n verschrikkelijk meeslepende, enerverende wedstrijd, dat ik me niet kan voorstellen dat ze zich daar op een of andere manier door hebben laten leiden. Het was werkelijk een spektakel vanaf de eerste tot de laatste minuut. Een geweldige wedstrijd tussen Feyenoord en FC Utrecht gezien. Maar wacht even, het resultaat was minder geweldig natuurlijk. Hè? Dat is iets minder, maar soms moet je ook kunnen zien dat er één club even iets beter is dan FC Utrecht. En die spelers zijn het best met me eens. We hebben heel lang ook achter de feiten aangelopen en
Als het 8-2 had gestaan, had het volgens mij ook niet eens gek geweest. Was dit een gevalletje niveauverschil? Ja, Feyenoord was gewoon vandaag klasse beter. En we moeten gewoon van de week natuurlijk en komend weekend gewoon weer vanuit deze organisatie starten. En dan komt het vast goed. En er is hoop onderweg, hè? Ja, Utrecht is druk op de transfermarkt. Vrijdag was natuurlijk een topdag met 27 miljoen aan schulden die kwijt worden gescholden. En FC Utrecht heeft op de markt gekeken, is al heel lang met deze speler bezig. Juan Agudelo, zo heet hij. Ja, kijk ook even mee. Kijk even mee. Nee, we moeten er nog in. Ja, Agudelo is het. Het is een Amerikaan. Hij is getransfereerd naar Stoke City vanuit Amerika. Alleen daar heeft hij te weinig interlands voor gespeeld. Dus moet hij even naar Nederland om dat te gaan bijvijzelen. En vanmiddag, en let op, hè, niemand heeft hem nog gezien. Maar wij kregen hem te zien toen hij alle formaliteiten in Utrecht kwam regelen. I just have this feeling on the tip of my tongue of basically stepping on the field in a European stage. It's been a dream since I was a little boy, you know, watching TV and seeing players play here in Europe. And there's nowhere else, you know, any other footballer would want to play, which is in Europe. En vandaag is het dan eindelijk zover. Agudelo zet zijn eerste stappen in Stadion Galgenwaard. Oh, I knew that was a great stadium, great set of fans that they've got, and great city also, in the middle of Holland, and very excited to step on this pitch soon. Yeah. What do you know about the club? Who told you something about this club? Yeah, Eric Peters has told me from Stoke City that it's a great club. He grew up around here, and he loved it. He loved playing here. And also Josie Altidore has told me much about the club. I'm very good friends with him. Was just having dinner with him about a week ago, trying to make my decision on where to go on loan. And Utrecht seems to be a perfect spot for me. Ook bij Utrecht was de keuze voor Agudelo snel gemaakt. Wij hebben hem vanuit het netwerk aangeboden gekregen eigenlijk. Daar zijn we ons in gaan verdiepen. Vervolgens hebben we geprobeerd om direct hier naartoe te krijgen. Nou, er was meer interesse en uiteindelijk heeft Stoke heeft die strijd gewonnen. Hij heeft nog geen tewerkstellingsvergunning gekregen daar. Wat maakte dat wij toch nog een kans hebben voor dit half jaar. Ja. Wat voor spits is het? Ja, een hele bewegelijke. Een jongen die met zijn rug naar de goal kan spelen, met zijn neus naar de goal. Hij is vrij snel, redelijk kopsterk, technisch vaardig. Ja, eigenlijk heeft hij heel veel. Dus ja, de verwachtingen zijn van mijn kant zeker heel hoog. Ja, jij hebt het over het netwerk. Het is leuk dat je nog altijd contact houdt met Dave van den Berg, met Erik Pieters. En dat jongens nog altijd met veel genoegen terugkijken naar onze club FC Utrecht. Ja, dat is precies wat je zegt. Het zijn jongens die allemaal de club een warm hart toedragen. En als je dan om informatie vraagt, dan staan ze meteen voor je klaar. Ja, dat is mooi. Ja, want Dave van den Berg is bondscoach van Jong Amerika, dus die heeft hem ook een beetje naar deze kant geduwd. Erik Pieters, hij zei het net zelf, die bij Stoke City een collega van hem is, heeft hem ook deze kant op gestuurd. Er zit één maar aan, dat is eigenlijk de tewerkstellingsvergunning. Die moet in Nederland aangevraagd worden bij het UWV. Daar is Utrecht van in afwachting. De keuring, ik neem aan dat dat goed gaat, want die jongen wordt bij Stoke City niet afgekeurd of goedgekeurd. En dan zou het hier fout gaan. Dus ja, alles lijkt... Kan en kruiken. Nee, ze moeten wachten tot de FBO, de regering toestemming geeft dat deze man in Nederland mag voetballen. Ik dacht even maar Utrecht. Nee, dat is. Nee, dat, die luister alleen maar af. Dat die doen voor de rest niks. Nee, maar het is de hoop dat die tewerkstellingvergunning heel snel komt. En Utrecht hoopt een beetje dat hij tegen Ajax zijn debuut kan maken. Dat is over een week. Maar is het ook een mazzeltje dan? Dat we hem kunnen krijgen? Nou, Edwin zegt het terecht. Ze hebben het netwerk in Engeland. En ja, dan zijn er toch een paar spelers die hem toch naar Utrecht toe duwen. Ja, en dat heeft hem het laatste zetje gegeven waarvan hij gezegd heeft, deze grote man. 1,85, tweebenig, 21 jaar. Ik ga bij Utrecht voetballen. Hoe goed kan die zijn, denk je? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat Altidoor iets beter is. Maar hij is een goede tweede. We gaan het zien, René. We zien je zo terug. Heel goed. Dankjewel. Ja. En we gaan naar Utrechts nieuws uit andere media. Utrecht was dit weekend het decor voor de aftrap voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, op zaterdag kleurde de Utrechtse wijk Kanaleiland rood door de karavaan van de PvdA. Wij gaan deur voor deur. We gaan straat voor straat, we gaan plein voor plein, we gaan café voor café om ons verhaal voor een sterker Nederland te vertellen. Landelijk kopstuk Diederik Samson probeert gewapend met een bos rozen zieltjes te winnen voor de aanstaande verkiezingen op 19 maart. Hij laat Den Haag 8 weken links liggen om campagne te voeren. De partij staat er in de peilingen slecht voor. En gisteren was het de beurt aan D66 in Utrecht. In Café Hofman speech de partijleider Pechtold. En hij sprak de ambitie uit om van D66 de grootste partij van Utrecht te maken. Nu is dat nog GroenLinks. We gaan het zien op 19 maart. Herman van Veen dan. Die kreeg bezoek van Yvonnie in de Tros TV-show. Wij zijn hier 30 jaar nu. Ik ben met een Franstalige mevrouw getrouwd.
En ik had weinig keuze. Nou, hij heeft niks te klagen hoor, want een paar maanden per jaar verruilt Van Veen zijn thuis in Soest voor deze prachtige villa aan de Côte d'Azur, waar hij heerlijk tot rust komt. Nou, u kent Ivonie, het is zelf een man van vele talenten, maar hij moet in Herman toch wel misschien zijn meerdere erkennen. Van Veen toert nog steeds de hele wereld over en speelt zijn voorstelling in het Frans, Duits en Engels, vloeiend allemaal. Tijd voor een andere Utrechtse cabaretier. Ja, Tineke Schouten. Tijdens haar laatste show in Carré wordt de Utrechtse comedienne verrast door collega Brigitte Kaandorp. Carré wilde Schouten op een bijzondere manier bedanken voor 3 uitverkochte voorstellingen. En het was ook een geintje, want Tineke opent juist haar show met een persiflage van Brigitte Kaandorp. We staan samen sterk, dit gaat nooit kapot. Jij bent de ster. Ik ben de bier. Wacht nou even. Jij bent het glas, ik ben het bier. Zometeen pas. Jij bent de koe, ik ben de spier. Nee, wacht even. Hoe kan het nou? Ik grijp mis. Hoe kan het nou? Heel mooi. Ja. Met de keuze van de kijker wilden we u sowieso een beetje opvrolijken op deze derde maandag januari. We hebben met Tineke alvast de voorschot gegeven. Want deze dag staat bekend als Blue Monday. De meest deprimerende dag van het jaar. Hoe was het voor jou? Ik had een lampje boven mijn bureau. Jij? Nou, het viel me mee. Het viel mee. Nou, ik heb me op het ergste voorbereid. Gelukkig. En dan valt het mee. In ieder geval koos u voor Willeke Alberti, de vrouw van Samen Lachen, Samen Huilen. En dus die weet er alles van. In Utrecht zong ze vandaag om eenzame ouderen weer een glimlach te bezorgen. Maar die hebben eigenlijk nog nooit van Blue Monday gehoord. Nou, chagrijnige maandag, maar ik heb er nog nooit van gehoord. Het is voor mij iets nieuws, dus ik bedoel, ik weet er weinig van af. Het zegt mij niks. Ik heb er nooit van gehoord. Ondanks dat de betekenis onbekend is, zorgt het wel voor feestvreugde. De bewoners staan dan ook te popelen om vanmiddag met Nederlandse liedjes mee te zingen. Maar nog even geduld, er komt eerst nog een feestelijke lunch. Proost. Stichting Blood Charity heeft zo zijn eigen ideeën hoe je Blue Monday kan bestrijden. Om voor de ouderen activiteiten te organiseren, en dat doen we eigenlijk het hele jaar door. Maar op deze bijzondere dag vinden we het juist leuk om een zogenaamd depressieve dag om te bouwen tot een leuke feestdag voor ouderen. Na een hapje en een drankje barst het feest dan echt los en komt Willeke Alberti eindelijk op het toneel. Ik geef je een roosje, een roosje. De zangeres zelf gelooft niet in de treurige maandag. Voor mij is elke dag is een feestje. Tenminste, dat probeer ik wel te doen. Gek genoeg is Willeke Alberti juist blij dat Blue Monday bestaat. Ze moeten toch iedere keer weer wat bedenken om een feestje te geven. Maar het is toch wel speciaal om dit te mogen doen. De bewoners weten dan wel niet wat Blue Monday inhoudt. Ze genieten er volop van. Ja, er werd daar nog even gefeest en natuurlijk gezongen. Dan gaan wij naar de 3 nieuwe opties voor morgen. Eva, roep maar. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Restaurant Karel 5 in Utrecht mag zijn ster kwijt zijn, maar ze zijn een nieuw biertje rijker. De jonge chef-kok heeft zelf een eigen Utrechts biertje gebrouwen, genaamd KV. En onze verslaggever wil graag proeven en die hoopt er natuurlijk ook iets lekkers bij te krijgen. Dat zou mooi zijn. Les krijgen van een hond. Ik kijk nergens meer van op, maar je verwacht het toch niet op een basisschool. Maar bij de Jena-planschool in Nieuwegein gebeurt het morgen echt. De bedoeling is dat kinderen beter met honden leren omgaan. Want te vaak nog worden kleine kinderen door honden gebeten. Of kun je die hond misschien met Tai Chi te lijf gaan? Want het is Martial Arts Week, oftewel de week van de vechtsport. En hoewel Tai Chi er altijd heel vredelievend uitziet, kun je er wel degelijk jezelf mee verdedigen. 3 mooie opties voor de dag van morgen, dacht ik zo. U kunt stemmen. Het gaat via de site met 1 druk op de stemknop. Succes! Station Woerden is sinds vandaag alleen toegankelijk voor betalende reizigers. De NS heeft als proef de OV-poortjes tijdens de spits gesloten. De spoorwegen willen weten of de reiziger aan die dichte poortjes kan wennen voordat ze landelijk ingevoerd worden. De belangrijkste reden voor het plaatsen van de poortjes op alle stations in Nederland is dat de NS in de toekomst geen zwartrijders meer wil hebben. En een andere zeer grote bijkomende reden is dat als er gedonder in de trein ontstaat, 9 van de 10 keer het niet hebben van een geldig vervoersbewijs daar de oorzaak van is. Goedemorgen. NS denkt ook dat het gedonder ophoudt. Ervaringen op de metro in Amsterdam en Rotterdam zijn volgens de NS positief. En ook het aantal zwartrijders is minimaal. Niettemin blijven ook nog steeds conducteurs gewoon op de trein om mensen van dienst te zijn en om een reis zo spoedig mogelijk te laten verlopen.
Mensen met een papieren kaartje kunnen gewoon blijven reizen. Op dit moment is het nog zo, daarom staan onze collega's er ook. Als je een papieren kaartje hebt, wat dus ook gewoon een geldig vervoersbewijs is, dan laten ze je door de poortjes heen. Dus ook daar kan nog steeds mee gereisd worden. In de toekomst kun je aan de automaat een kaartje kopen voorzien van een chip. Vandaag hebben de meeste mensen een kaartje of OV-chip op zak. De spits verloopt voorspoedig, de reizigers zijn tevreden. Aan de ene kant vind ik het wel goed, want er zijn toch wel mensen die geen kaartje kopen en dan er doorheen kunnen. Maar ze willen ook controleren hoeveel mensen met een OV gaan, dus dat vind ik wel goed eigenlijk. Als het door drukte vastloopt, dan kan de NS inspringen en maatregelen nemen. Op afstand wordt er meegekeken op camera's en als men daar ziet dat het te druk wordt, kan met één druk op de knop alle portjes worden geopend. De proef op station Woerden duurt tot 1 augustus. En daarna komen de poortjes op 82 stations in heel Nederland, als die proef in Woerden natuurlijk slaagt. Oké, dan krijgt u tot slot nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Mogelijk valt er een beetje regen en bij een zwakke noordenwind koelt het af tot ongeveer 2 graden. En ook morgen is het bewolkt, maar dan blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind is matig en het wordt morgen maximaal 5 graden. Dat weer houden we voorlopig. 'S Nachts kan het licht vriezen en overdag is het bewolkt met middagtemperaturen rond de 4 graden. En zometeen namen en rugnummers. René, een speciale uitzending vandaag. Ja, net als vorige week een hele speciale namen en rugnummers. Want we gaan met de talenten naar Tamele in Ghana, waar Frans van Seumeren die voetbalschool heeft. En waar FC Utrecht onder 17 is een kijkje mocht nemen. Vanavond met geschiedenisles over de geschiedenis van Ghana. En hoe wordt er eigenlijk gevoetbald door de Utrechters tegen de Ghanese. Dat is straks. Dankjewel René. En daarmee zijn wij er doorheen voor vandaag. Meer nieuws vindt u altijd op rtvutrecht.nl of op onze app. Wij zijn er morgen weer. Graag tot dan. Dag.